Abdinageye, we hoorden net bij de persconferentie dat je barst van het zelfvertrouwen en de ambities zijn ook hoog voor deze Rotterdam Marathon. Ja, absoluut. We hebben het natuurlijk over dat ik met de eerste kopgroep ga. Ik ging 2010 voor het eerst naar Kenia en dat mijn doel was toen om ooit met de Kenianen te kunnen strijden. Ik kon toen naar Hogeschool Amsterdam, heb ik toen afgezegd en ik zei ik ga fulltime voor mijn sport. En dus, we zitten nu in 2019 en nog steeds durf ik het niet om met de Kenianen te strijden voor het podium. Dat had ik nu wel laten zien in Japan en ik dacht het is nu tijd, Abdi, ik ben nu 30 geworden en het is nu echt tijd. Gewoon alles of niets en dan kijken hoe het elke keer gaat, maar nooit meer over de tweede groep hebben. Wat is er veranderd in die periode waarin je zegt van nou, ik durfde niet met die Kenianen te strijden tot dit moment dat je zegt van nou, ik durf het nu wel? Nou, eigenlijk heb je gewoon goede training nodig en ik ben iemand die van vrijheid houdt. Dus ik ging elke keer van de ene plek naar de andere plek wisselen, van de ene trainer naar de andere trainer. Dus ik had nooit een study groep of een study trainer. En nu had ik dat wel in Kaptakat in Kenia met Eliud Kipchoge, de wereldrecordhouder. Dus nu had ik wel op een gegeven moment die vertrouwen gekregen en nu zit ik daar 2 jaar en ik zag gewoon die improvements. En op een gegeven moment zei ik, de tijd is nu zeker voor. Mooi was ook wel toen jij tegen je trainingsmaatjes in Kenia zei van ik ga met de tweede groep lopen, dat zie je gewoon uitlachten. Ja, dat vonden ze raar. Je traint met de beste groep van de wereld. Sommige van hun ben ik beter dan hen. Ik zit bij de top 5 misschien in de groep en we zitten daar met de 25 man. En iedereen gaat voor zijn overwinning waar hij naartoe gaat. Ook als hij weet dat hij misschien niet wint, maar in zijn hoofd denkt hij, nou, ik ben 9 maanden geboren, hij is een man, ik geef alles. En ze willen iets van die taart hebben. En bij mij zit, ik kijk wel de rest, eet jullie maar wat jullie willen en dan pak je wel de restjes. En dat gaan we niet meer doen. Is het dan ook niet zo, omdat die ambities nu heel hoog zijn, hè? Je hebt nu een PR van 2:08:16, dat je als je met die snelste groep meegaat, dat je misschien ook niet kapot loopt? Die kans bestaat, maar dat mag. Ik heb jongens gezien die, wat ik net vertelde, die ook met de kopgroep gingen. En die kwam ik ze tegen bij 40 kilometer in Amsterdam, wandelend. 2:11, 2:12 riep ze de laatste 2 kilometer verloren, zoveel. Maar vonden ze niet erg. Volgende keer gingen ze gewoon mee. En een van die jongens, die liep gewoon nu 2:07. En het is gewoon durven. Marathon is gewoon echt durven, want iedereen gaat toch stuk de laatste stuk. Dus we zullen zien. Je hebt in oktober een aantal weken niet kunnen lopen. Hoe is de rest van die voorbereiding voor jou verlopen hier richting Rotterdam? Nou, die tijd echt super gegaan, want ik had misschien wel die rust nodig. Eigenlijk voor de Olympische Spelen tot nu toe had ik bijna geen rust gehad. En nu door blessures moest ik wel 6 weken rust nemen. En nu kon ik rustig voorbereiden, niet haasten. Met veel ervaring natuurlijk nu, gewoon tranquilo, maar wel hard trainen als het moet. Je rust nemen, heel professioneel zijn en alles is gewoon goed gegaan. Misschien ook wel lekker dat je juist een periode rust hebt kunnen, misschien wel moeten nemen. Ja, absoluut. Dat heeft wel geholpen, denk ik. Ja. Iets heel anders, hè? Er is gisteren van jou een boek uitgekomen. Abdinageye, Atleet zonder grenzen. Dat is weer een hele nieuwe ervaring. Ja, heel nieuwe ervaring. Ik heb voor de eerst gisteren vastgehouden. En het is een heel mooi boek. Het gaat niet alleen maar over atletiek, maar ik heb natuurlijk heel veel meegemaakt als persoon. En van vluchteling naar Nederland gekomen en toen door radicale broer naar Syrië gebracht, toen het nog veilig was. Van alles meegemaakt. Op een gegeven moment kom je terecht in Oldenbroek, zit je gewoon lekker te voetballen bij een lokale club. En na 6, 7 jaar zit je gewoon door te spelen als marathonloper. Dus gewoon heel veel meegemaakt in een heel mooi boek en het is gewoon een aanrader, denk ik. Aanstaande zondag, hoe gaat Abdinageye over de finish komen? Wat wil je zondag? Dat ik na de finish alles heb gegeven. Echt alles. En dat ik weet gewoon, ik heb gewoon sterk gelopen. Ik heb goed getraind en ik heb alles gegeven. Ik heb gedurfd gelopen. Dat ik gewoon het gevoel heb, ik heb gewoon alles gegeven. En alles geven betekent niet dat je heel gek weggaat en dat je het kapot gaat. Maar ook heel slim gelopen natuurlijk. Maar ik denk dat belangrijk is. En dan misschien wel als eerste? Waarom niet? Waarom niet? Ik heb keihard getraind. Ik train met de beste van de wereld. Dus deze jongens hebben op andere plekken op de wereld gelopen. Sommigen zijn niet eens officieel parcours gemeten. Parcours dat gemeten is. Dus ik ben in staat om te winnen. Ik ben in staat om een podium te halen. Ik ben in staat om een dik Nederlands record te lopen. Alles kan gebeuren.